Echt zo'n mannending. Helemaal interessant. We lopen nu buiten. En we gaan kijken of er nog ergens ijs goed genoeg is om te... Ja, het ziet hier wel voor, maar hier kan je niet echt schaatsen, mop. De schaatspret is weer open. Dat is zo leuk! Ik heb er nooit zin in. Als ik een beest ben, vind ik het eigenlijk altijd best wel leuk om te doen. Maar goed, het is echt zo. Het is veel snel gegaan dit weekend. Ik ga lekker op tijd slapen. Ik vind het echt knap voor mezelf. Het is zondag. Het is Valentijnsdag vandaag. We hebben net al heel gezellig ontbeten met z'n drieën. En nu even douchen. Ik heb gelijk mijn haar gewassen. Probeer ik altijd op zondag te doen. Want door de week vind ik dat 's ochtends wat lastig. Want dan wil ik en mijn bed niet uit. En ik heb dan zeker met dit weer dat het nog nat is als ik naar buiten moet. Dus dat probeer ik te voorkomen. Want föhnen heb ik dan ook echt absoluut geen tijd voor. Zo, nu eindelijk make-up op mijn gezicht. En me aangekleed. Ik heb deze trui weer aangedaan. Die is van Guess. En dan ben ik toch een beetje valentijnerig. En ik heb deze skinny high-waist levis weer aan. De Mauhai. Zeg eens, wat gegaan. Ik denk opeens, ze ging boven even wat pakken. Ik denk, waar blijft ze nou? En toen ging ik kijken. Toen was ze bad aan het laten lopen. En toen zat ze er al in. Ik ga even een blikje soep opwarmen. Meestal ben ik niet zo heel van de blikjes, maar soms is het wel heel makkelijk. Dus ik had nog een blikje kippensoep. Ik wil even trekken in een warme lunch. En ik moet ook zeggen, ik heb niet zo heel veel ontbeten. Wel gezellig, maar niet heel veel. Nou ben ik sowieso geen grote ontbijter. Maar ik heb nu wel echt super veel honger. Dus... Oh ja, Marco is even weg. Want we zouden naar het ijs gaan, maar die is even langs Bas. Want die was aan het ijsvissen. Echt zo'n mannending. Helemaal interessant. Ik heb er lekker een boterhammetje bij om in te dopen. En daarna mijn knapperballetjes. We lopen nu buiten. En we gaan kijken of er nog ergens ijs goed genoeg is om te... Ja, het ziet hier wel voor, maar hier kan je niet echt schaatsen, mop. Dus we moeten iets verder. Want het is natuurlijk wel tegen dode aan. Maar met een dikke laag ijs hebben we waarschijnlijk nog stukken. We gaan wel kijken of er meer mensen op een... Ja, kom op. Op meer mensen op een punt aan het schaatsen zijn, dan weten we zeker dat het kan, hè? Ja. Super! Trots op jou, je doet het zo goed. De schaatspret is weer open. Dat is zo leuk! Oh, je gaat het bakje... Nou, dan mogen we het zo helemaal dekken. Ja, dan zou ik alleen niet dat bakje erbij pakken, want dit is een ander schaatspret. Nee, maar ja. Mama, nee, ik ga deze hier zetten voor jou en nu. Ja, maar ik wil gewoon een bord, schat. Maar voor de soep. Ik heb geen soep, schat. Oh. Jij hebt soep. Nee. Zet je soep, kom. Zullen we jou aan de kop zetten? Dat vind ik wat gezelliger zo, want dan zitten we in een kringetje. En Sarah heeft de taak op zich genomen om een romantische tafel voor Valentijnsdag te maken. Ja, deze mag ingeleverd worden. Oh, waarvoor dan? Alsjeblieft, leg maar in de kast. Maar waar is die? Was die voor dan? Die was voor jou, voor de soep. Oh, maar ik heb geen soep, nee. Ja, dat is... Jij hebt lekker soepje, hè? Ja, dit is voor de patat, de ribs.
Oké. Nou, voor de patat heb ik een beter idee. Let op, ga ik even pakken. Nee, ik heb een beter idee. Ik ben maar gelijk gaan editen nu, want ik heb er nooit zin in. En ik heb mijn vlog al aanstaan, hij is al bijna klaar met renderen. En dan heb ik het gewoon gedaan en niet uitgesteld. Want dat vertelde ik toevallig in de vlog van gisteren net. Ik heb er nooit zin in en als ik ermee bezig ben, vind ik het eigenlijk altijd best wel leuk om te doen. Maar het is net als met sporten. Nooit zin om te gaan en als je er bent is het eigenlijk best oké. Tijd voor wat vitamintjes. En dan is het weekend eigenlijk al gewoon weer voorbij. De weekenden wat zo snel gaan. Ik ga een bakje voor Sarah maken. En dan zo de kamer even door. En gewoon aan de bed. Echt. Ik zit echt nog zo in dat weekendgevoel. Ik ben nog zo niet klaar om morgen weer vroeg op te staan. En weer school te hebben, zeg maar. In ieder geval zelf niet. Maar het hele ritueel. Zetten. Maar goed, het is echt zo. Het is veel snel gegaan dit weekend. Ik bedacht me net wel gelijk. Ik zeg natuurlijk van, hè, dan is het weer voorbij. Maar we hebben 1 week school en dan hebben we ook alweer schoolvakantie. Dus op zich moet ik ook echt niet zeuren. Maar goed, ik had deze tijd ook wel echt even nodig. Want na homeschool en dan weer omschakelen en alles inhalen. Ik kan niet wachten tot die vakantie. Dan hebben we gewoon en vrije tijd zonder school. Echt. Ik ga lekker op tijd slapen. Ik vind het echt knap voor mezelf. Het is 10:10 en ik ga naar bed. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.